Nou, ja hoor, we zijn 7 minuten... Van het bureau af? Ja. Oh, okay. Oh, we moeten hier stoppen? Nou, ik vind het wel een hele bedenkelijke plek. Nou. Wie van de twee? Ja, natuurlijk. Ze kijken. Ze hadden onze medestrijder afgeblokt. Ja. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik houd bij middag. Mag ik uw rijbewijs misschien even? Ja hoor, dat mag. Waarom vraagt u daarnaar? Even de controle naar aanleiding van de meldingen die we gehad hebben. Meldingen. Mag ik dan eerst uw eigen legitimatie en uw dienstnummer hebben? Zodat ik zeker... Mijn legitimatie hier. Heel fijn. Heel fijn. Als u gewoon bij het raam houdt, komt u niet op de camera. Wat voor de meldingen heeft u gehad dan? Dat is wel even aardig allemaal. Oké. En uw dienstnummer is, want die staat er niet op, toch? Dat heb ik goed gezien. Of zie ik daar overheen? 2205. Dank u wel, meneer. Mag ik uw rijbewijs even zien? Wilt u mij vertellen welke meldingen het over gaat dan? Ik wil uw rijbewijs graag even zien. Ik wil graag weten waarom u mij aanhoudt. Daar heb ik recht op, volgens mij. Ik wil graag uw rijbewijs zien. Ik vorder bij deze uw rijbewijs. U vordert bij deze mijn rijbewijs. Gaan we weer op die tour. Kijk eens, beste man. Pas op voor corona. Nou, laten we het gewoon netjes houden. Nou, ik word ook een beetje giftig hiervan. Ja. Hij moet gewoon vertellen waarom hij ons aanhoudt. Nou, maar dat gaat hij ook wel doen, zo. Nou, dat moet hij doen voordat hij mijn rijbewijs vordert. Nou. We hebben juf wel een mooi zonnetje meegebracht. Ja, zeker. Het was vanmorgen nog een beetje mistig. Ja. Geen idee waar dat over gaat. Ja. Hier komt alcoholtest. Ja, misschien wel, ja. Ik weet het wel zeker. Ja? Ja, kijk maar. Nou, dit wordt... Ik heb ja, nu... serieus! Het is gelukt! Sorry, we hebben even het ingeintje. Mag ik jou filmen? Jazeker, ja? Ja. Draai de camera maar om. Nee, ik ga hem er even afhalen. Okay. Hoe haal ik hem eraf? Even deze inknijpen. Ja. Dit wordt geloof ik de tweede keer in de 20 jaar dat ik mijn rijbewijs heb dat ik mag blazen. Ik hoop dat ik het goed doe. Hij is zo ver, dus u weet nog hoe het moet, denk ik. Nee, het is echt meer dan 10 jaar geleden. Heel hard blazen tot u stopt, zegt toch? Ja, of zo moet je uitgaan. Ja. Nou, dat ging goed. Ja, we hebben alleen maar niet de limonade op. 10 jaar. Ja. Huh? Wil je de fles even zien en ruiken? Nee, dat is in orde. Ja, want we snappen wel waar de melding vandaan komt. Ik wil het niet vertellen. Maar ik ben er mooi ingestonken. Dat is dat zo zijn? Ja, serieus. Ja, gelukkig worden we ervoor betaald. Huh? Ja, dat is waar. Ik vind het een beetje zonde van het geld. Ik heb liever dat u echt serieuze taken gaat uitvoeren. Maar... Ja, ik heb wel wat aandacht, toch? Ik moet vragen of hij dit gaat doen. Is dat zo? Oh. Nee, dat is niet waar. Waar leidt u dat dan af? Dat wij meldingen over u krijgen dat u onnodig zou klaksoneren. Echt niet. Ja, waar dan? Dat kan niet. We hebben niet geklaksoneerd. Heeft een politieagent het geconstateerd? Hoe dan? Ja, maar leuk. Ik zeg dat ik een melding krijg, dus dan constateer ik het niet zelf. Nee, maar we hebben... We zijn... willen graag weten hoe dat geconstateerd is. We hebben het niet over een collega, toch? Hoeft niet. Nee, maar we zijn juist de stille tocht aan het rijden. Ja, precies. Oké. Ja, jammer, ik heb ook geen openstaande boetes. Graag naar het station. Alsjeblieft. Spoor 2. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil de trein niet verlaten. De trein staat wel stil. Mag ik even in de kofferbak kijken, mevrouw? Ja hoor. Ja, is die open? Nee. We hebben gezegd van die vuurwerk. Oh ja, natuurlijk, vuurwerk. Oh jongens, wat lachen is dit. Mag ik even tassen kijken? Ja, wat gaat er gaan? Weet je wat? De auto wordt op dit moment onderzocht. Ik heb eerst mijn auto aangekomen en daarna een klap met een bolmachine.
die op mijn hoofd kijkt, terwijl ik goed stil gaat kijken en zij staat te lachen. Dat mag ik wel, dat mag kruidnoten aan die. Nee, dat mag even bij weg. Als je onder de schrift voor slecht voor me. Nee, dank u wel. Heel vriendelijk, maar nee, hoeft echt niet. Mag ik wel? Briefjes doen met de boodschap erop. Lelijke woorden. Alleen maar met de drie. Ik heel veel niet zeggen. Dat is niet tekenen dat ze allemaal aanvouden. Nee, maar dat hebben we gisteravond die collega's op Urk. U bent klaar? Ja hoor. Fijn. Ja, dat is van de weg. Urk, Urk. Maar kunt u hier even mee laten? Nee, nee, weet wij ook. Kijk, ben je mijn live even? Nu komen wij mee op de vraag. Ben je aan het pink? Wat ben je dat is zo. Raja. Nee, maar goed, weet je. Maar dit is waarom jullie nou ons moeten staan dan. Ja, maar goed, weet je. Dat maar dat geeft niet. Wij wisten dat jullie dit gingen doen. Ja. Maar we willen op een niet-agressieve manier toch ons steen te maken. En dat zijn we aan het doen. Dus dit is er eigenlijk, maar dit is gewoon puur Ranja. Meer dit. Ja, gelukkig maar. Ja. En dat blijkt ook wel uit de blaastest. Maar wij drinken überhaupt geen alcohol. Niet hè? Nee. Wij willen graag helder blijven. Goed zo. Ja. Nou. Heel belangrijk in deze tijd. Goed zeg. Mensen. Waarom krijg ik dat ding er nou niet in? Nou, dan moet ik het maar even zelf doen. Yo, ik zit ergens op knopjes te drukken wat niet moet. Fijn dienst. Oké, dankjewel. Ja, sorry, dat is de opgekropte woede. Ik krijg hem er niet in. Jongens, ons plan is gelukt. Ze zijn er allebei gewoon ingestonken. En er staat een sterretje achter mijn naam dat ze mij niet in mijn uppie mogen aanhouden. De een baalt. En de ander die kan erom lachen. De ander, Geniaal actie dit. Ja. Geniaal. En dit hebben wij dus als ludieke actie al gisteravond gepland. Zo en zo gaan we dit aanpakken. Geniaal jongens. Kijk, hè, nou maken we toch een statement en we zijn in gesprek geweest met die politie. Oh, maar jongens. Dat ziet er waar dan? Ja, hebben we niet gedaan. Nee. We kunnen ons niet op betrappen. Ga je werk doen. En we hebben heel duidelijk gezegd, dit is wat wij doen, dit is wat er met ons aan de hand is. Maar wij doen het op een liefdevolle manier om met jullie in gesprek te blijven. Nou, die man zegt, dat is bij deze gelukt. Grandioos. Ranja zat er in de safarifles. Ranja! En je moest blazen. Grandioos. Oh, mijn dag gaat niet meer stuk. Actie behaald, nooit opgeven. En dat was de reden waarom wij vandaag zijn en wij gaan toch rijden. Ja. Super. En zo kan het ook. Hè? Ja. Wij zijn echt de beroerdste niet. Ik vind het geweldig. Ja. Ik wist het. Toen ik die auto zag staan, toen wist ik het. Hij haalde gelijk de blazenpijp uit de kofferbak, hè? Ja. Ja. We komen eraan voor de koffie. Oh, ja, oh, ik denk dat hij ons laat voor. Ik moet even de vaccinatie aanzetten. Ja. Oh, dat is een led met gebrek, rot op. Waar gaan we nou heen? We gaan weer terug. Waar moeten we heen? Oh, ik denk dat hij wel voorrijdt. Okay. Denk ik. Met een gebrek weer. Ja, ik heb op een knopje lopen drukken, dus ik denk dat je geluid weer aanstaat van je. Oh, ja, dat zou kunnen, maar dat maakt niet uit.